Goedemorgen, meentje. Goedemorgen. Ja, we zitten even te ontbijten. We werden wakker van de regen. We hadden ook alles openstaan hier dan. En de buren maakten nogal herrie. Dat logisch, want die moesten alles sodemieten naar binnen halen. Want die had de luifel nog uitstaan. Hadden wel stormbanden op, maar... Je hoorde, dat klap begon ineens heel hard te waaien. Wij moesten ook de dakramen dichtgooien, want ik had gewoon regen binnen. Dat zijn van die opdrukdakraampjes in de W2 en de dingen. Nou, dat vind ik waardeloze dingen, dus daar moet ik nog even een nieuwe voor me erin hangen. Ik vind dat ramp, die dingen. Van die goedkope dakraampjes zijn dat. En ik kan wel zeggen, die keer met regen open laten staan. Nou, niet de 30-30 hoor. De 40-40 en de 50-50 kan dat prima. Dat wordt even goed natten. Maar dit wordt, terwijl de wind staat, regent gewoon binnen. En dat douche is niet zo erg, want er zit een spoelbak in. Dus, maar goed, moet je kijken, mensen. Moet je toch eens kijken. Ja, het is toch... Ja, we begonnen de vakantie met regen. Ja, Jolanda zegt, we begonnen de vakantie met regen. En we eindigen met regen. We hebben de kachel aan in de Saamslag gehad. En we hebben nu weer de kachel aan. Van 36 naar 17, dat is toch wel een beetje een koude temperatuur. We zijn de Luxemburg geweest, daar was het 22, 23. Toen... Bouwverviel of zo, Bouwerieven, weet ik het, waar in Frankrijk. Was het ook een prima temperatuurtje. En toen zeiden we van, nou, als dit is, blijft het prima. Hè, wat joggingsbroek aan. Daarna moest de korte broek aan. Toen zweet ja, ons. Het 36, nou, Parijs was het bloedverziekend heet. Normandië was 28 graden, was lekker gewoon. Toen stonden we de wind van zee af. Ja. En we zijn geëindigd weer met een hoge temperatuur. Nou, we kwamen hier, was het nog warm. We hebben de airco niet aangehad. Op een gegeven moment ga je toch een beetje wennen aan die temperatuur. Alles betaal je per kilowatt hier dan. En dat vind ik niet erg hoor, want ik betaal met liefde, want die Wouwbeekdal hebben ook wat extra gegeven. Maar daar zat je niet op de wind. Hier had je op een gegeven moment af en toe nog een windvlaag. Ja. Dat maakte het lekker. En in Wouwbeekdal zat je er helemaal tussen en daar kwam geen wind bij. En daar zat je gewoon echt te puffen. Je zweet er niet meer, want dat verdampte meteen. Dus daarom hebben we gezegd, we doen daar wel de airco aan. En hebben we gewoon wat extra in het zakje gedaan. Voor de onkosten, weet je. Die mensen doen ook hun best. En je ziet het trouwens steeds meer, hè, per kilowatt betalen. En op zich is dat een hele eerlijke manier. Een oude campenaar zal zeggen, dat is flauwekul, dat is vrij. En ik heb een lithium accu, want die hebben ook deze meneer op. Even kijken, op nummer 17 met zijn Himmer. Die ook steeds schever gaat staan trouwens. Draait op zijn zonnepanelen aan zijn omvormen. Nou, ik vind het prima. Ik zie dat hij één zonnepaneel hebt. En ik denk, als jij twee dagen met dit weer... Ja, dat die zo één zonnepaneel niet echt gaat functioneren, denk ik. Maar goed, ik weet niet wat voor accucapaciteit hij heeft natuurlijk. En wij hebben met de buren ook hier. Die komt uit Zaandam. Dat is echt een heel leuk stel, is dat. Rijtje en zijn naam ben ik even kwijt. Hadden we het er ook over zonnepanelen, weet je, dat soort dingen... Ja, tuurlijk heb het zijn voordelen. Maar ik heb zoiets van... Het is allemaal gewicht wat je mee pakt. En dan heb je het nodig. Ik denk het niet. Maar sommigen die te vrij staan wel. De buurman bij ons in de straat, die staat wel altijd vrij. Ja, die heeft een hele grote Super B-accu erin zitten met een dikke omvormer. En die heeft nu wel problemen trouwens. Display doet het niet meer en hij had wat spanningsproblemen. Dus dat was ook achteraf ingebouwd door een Beun de Haas. En ik heb het al vaker gezegd, als je dat doet... En gelukkig de buurman naast me... Die zei hetzelfde, hij zegt, als ik zoiets heb, laat ik het inbouwen. Hij zegt, ik ga dat steeds beginnen. Hij zegt, en ik ook niet. Dus ik heb zoiets van, ik wil rustig Super B-accu investeren. En dat vind ik allemaal prima, die past onder de stoel. Het scheelt ook weer wat gewicht. En dan wil ik dat gerust doen, maar... Eerst even de belangrijke dingen. Die we al moeten doen, die echt moeten. En een Super B moet niet. Ik zit nog wel te denken om één accu eruit te halen. Want we hebben eigenlijk twee accu's erin, we hebben het eigenlijk nooit gebruikt. Er zitten 92 ampère accu's erin en ik heb sowieso, we weten ook eigenlijk niet wat we willen, want we hebben ook wel eens in Frankrijk van, daar stonden we even op een gratis plekje, toch gelukkig stond daar stroom. Als daar geen stroom staat, dan heb je toch weer nodig. Ja, daar zit je, dan moet je, je hebt toch dus we zitten eigenlijk in een kantelpunt van, gaan we af en toe wel naar vrije plekken of niet naar vrije plekken. Ja, en dan hebben we die omvormen natuurlijk ook nog, het is op zijn Duits aangesloten, het zit zo in elkaar geflanst, die accu's, dat heb ik al eerder laten zien, dat ik denk van, waar gaat alles heen? Ik ben heel technisch, absoluut. En ik kan heel veel de logica. Maar ik heb geen zin in vakantie met problemen en klachten. We hebben daar die schotel weer, die Teleco. Met een Karatek televisie. Nou, gisteravond begon weer die ellende. Weer alles kwijt, weer blokken. Ik had die bedrijf waar we heen moeten al gebeld. Van, joh, is het mogelijk dat wij dus vandaag, woensdag,
langs het eiland komen langs Drachten in principe. Dat is misschien ook, als hij een gaatje hebt, nou die had hij niet meer. Anders had het een hele goede optie geweest. Want hij had ons al eventjes een mailtje gestuurd of het op een andere dag mocht. Hij zit gewoon te vol. Nou, ik zei, nou, ja, dat kan eventueel wel. Dus nou, toen hebben we gewoon de tijdstip verplaatst na 3 uur. En ik zei tegen Jolanda, ik zeg, eigenlijk ben ik wel een punt gekomen dat ik denk van nou, weet je, schop die hele teleco er maar af en gewoon weer een oyster erop. Dat zei ik ook een beetje in mijn boosheid hoor, want misschien is het een klein dingetje hoor. Maar als je een oyster hebt gehad mensen, met een aftektelevisie, ja, dan is dit echt Russische troep. Echt AliExpress, ellende en noem het maar op. En gisteren kun je alle zenders weer ingeladen. Zit er ook geen kanaal digitaal zenders in. Je moet ze allemaal ordenen. Dus je moet alle 1600 pagina's doorlopen. 20.000 ja. Duitse zenders. Heb je het voor elkaar. En gisteravond, Jan zei, dat doet een beetje raar. En al mijn zenders zijn er weer uit. En die schotel pakt niks meer. Signaal is nul. Dat ik denk, nou, misschien een beetje onweer. Hè. Dus ik zal hem even laten verplaatsen. Niks. Nou, en wat ik gewoon mooi vind is van die oyster is dat hij altijd blijft zoeken naar die zender om hem vast te houden. En dat doet deze dus niet. Die zoekt gewoon een vast punt op, heb hem. En als je dan even wiebelt met die camper, ja, dan zie je dat hij dus eigenlijk even stoort. Ja, dat is gewoon een KUT-systeem. Sorry dat ik het zeg. En ben ik nou, klink ik als een verwend kereltje? Ja, absoluut. Nou, Jos van de Camping Trend, die zou graag gewoon op de 4G willen. Ja, kan ook. Maar wij merken ook weer hier, als je gewoon een basissysteem hebt, dat het internet af en toe stagneert. En dan heb je beeld. Nou, ik krijg geen herseninfarct, jongens, dat is gerust. Maar dat gaat me irriteren. Ik wil gewoon, als ik televisie kijk, en zeker omdat wij ook in de winter weg meegaan, wil ik gewoon knap beeld hebben. En dan kun je natuurlijk met wifi versterkers de hele ruiten met thuis. Jongens, ik heb daar geen bal verstand van. En ik wil ook helemaal niet, als ik ergens kom, dat ik me dat in moet gaan stellen en dergelijke. Ik wil gewoon uitklappen dat ding, opzoeken en beeld. Klaar. Ik ben gewoon lui, ik heb vakantie. En natuurlijk zullen er opties zijn, want Oyster heeft ook dat hele mooie optie die je op het dak zet. Maar we zagen het al bij Midas, hè, dat als je even te veel upload doet of download, ja, dan blokkeert hij hem. Er is gewoon een stukje beveiliging erin. Nou ja, en als jij toch aan het internet bent, je bent je telefoon er bezig, je kijkt televisie, dan ga je al heel veel data gebruiken in één keer. Nou, dan kan je natuurlijk met heel veel dingen verzinnen en jongens, ik heb daar geen zin in. Ik heb er ook helemaal geen verstand van en ik vind het allemaal wel goed. Het moet gewoon werken. En datzelfde met laptops en dergelijke, tot een bepaalde hoogte. En dan bel ik die WizKid van het werk op. Hoe regelen we dit? En die lossen dat zo weer op. Op een gegeven moment moet je ook weten, het moet makkelijk gaan. Ik heb geen zin als je op vakantie komt en ik moet dat omschakelen en dat omschakelen. En ik moet dat inloggen en dan moet ik naar de volgende camping. Kijk, sta je na 2 weken op een camping, dan kun je dat doen, hè? Ja. Dan heb je gewoon een vast punt. Maar wij variëren nogal van punt. Maar nou, nooit, die camping car parks waar we stonden, van die organisatie. Nou, als je over belabberde wifi praat, mensen, is die het. Die wifi is nou zo slecht, daardoor dat je die niet kan gebruiken. Dat is niet alleen in, we zaten in Oberfriffen, waar we zaten, in Parijs was het. Oh nee, Parijs had een goede wifi trouwens, dat was een camping, die had een hele goede wifi, dat was echt volle bak. En heel veel datasnelheid. Maar als je nou op die campingcarparks komt, nou, we hebben er geen één meegemaakt. Waar we wifi, nou zelfs bij YouTube Beach hadden we helemaal geen verbinding meer met de wifi. En is dat nou belangrijk? Nou ja, eigenlijk wel, want als je je film uploadt, ja, dan gaat je data er met een noodgang doorheen. Ja, dat gaat snel. En je landen hebt dan wel onbeperkt buitenland. Ja, daar zit ook nog haken en ogen aan, want het is tot 40 gig. En dan is het klaar. Ja, per maand. Per maand, hè, en dan is het klaar. Nou, dat heb je zo ja. op. Precies, het is gemiddeld 5, 6 gig wat je naar binnen haalt of uploadt. Maar goed, alles bij elkaar. Er zullen heus andere oplossingen zijn voor dat wifi. En dan gaan we ook wel even kijken hoe we dat oplossen. Maar voorlopig vind ik het wel even prima zo. Ik kies nog steeds voor een schotel. Ik vind dat nog steeds het beste verbinding. Ik geloof dat Jos ook wel van zo'n router hebt. Of 4G router of zo. Ja, ik geloof het allemaal wel. Hij heeft daar verstand van, ik niet. En op een gegeven moment ook tegen je grenzen aanlopen, toch? Dus, ja. Maar goed, dit wordt een heel verhaal over alles en nog wat. Inmiddels is het een beetje droog. Dus misschien dat ik hem even snel van de stroom afhaal. En de bokken naar beneden gooien. Maar goed, we moeten even kijken. Dus heel leuk dat jullie er weer even zijn, mensen. Dat was ook een leuk anders gaan. Ja, die bal.
ze hadden dat deze gewoon een heel wat bommen inslagen kan hebben, die sluis. Voordat die herbreekt. Ja, het was een mooi museum, vond ik. Leerzaam. Project geloof ik, het Afsluitdijk. De duurste dijk die we in Nederland hebben, denk ik. Nou, kijk, is dat een deel van de brug? Oh ja. En dan gaan we plekjes zoeken en dan zal ik mijn zus verblijden met de grote brie die ik meegenomen heb voor haar en een paar flesjes wijn.
was dank voor de post en het huispassen en dat soort dingen allemaal. Dus heel leuk dat jullie er even waren, mensen. En we zullen zien wanneer we de volgende vlog posten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze rondreis. Het is misschien anders dan anderen doen. Dat wij wat meer rijden dan anderen. Ja, dat is een keuze. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot ziens. Doei. En daar kan je water tanken en je vuil water kwijt. En je...